Salut. Thank God it's Friday. Ik wil het vandaag hebben over jezelf zijn. Ik kwam laatst iemand tegen die zei van, hey Drew, je bent veranderd. Ik ben echt rustig geworden. Ik zeg, nee kijk, weet je, misschien wel, maar je kent me gewoon anders. En nu laat ik gewoon ook voor mezelf zien. En in het begin deed ik dat niet. In het begin was ik heel selectief. Mensen die me heel goed kennen, die weten hoe ik ben, die weten hoe ik denk. Dus begrijp je, soms ben je met iemand en dan beland je weer ergens. En dan wil je het helemaal niet zijn, maar uit respect, zo'n keer, hou je gewoon je mond dicht. Begrijp je, en dat doe ik gewoon niet meer. En nu ga ik gewoon daar niet meer. Ik zeg gewoon van, luister, als mensen door mijn dingen praten, dan ga ik gewoon weg. Ik zeg van, luister, ik ga je niet blijven, want dat is een beetje raar. Je praat een beetje door mijn dingen doen. Of je mensen, je praat onwetende dingen. Want je doet of je dingen weet, maar wat weet je nou eigenlijk? Ik bedoel van, wat weet je echt? En dan komen ze met een heleboel vage dingen wat ze hebben gelezen. Nee, niet wat je hebt gelezen. Wat weet je echt? Wat weet je zelf? En wat voor conclusie kan je trekken met de ervaringen die je hebt in het leven? Of begrijp je? Gewoon krekelgeluiden. Kritje, gewoon krekelgeluiden, niks. Gewoon. Dus ja. Dus we gaan het vandaag hebben over jezelf zijn. Kijk, je persoonlijkheid bestaat natuurlijk uit verschillende kleine aspecten. En je hebt natuurlijk een zelfbeeld over hoe je rijdt, of hoe je eet, of hoe je bent als persoon. Of hoe je met je kinderen bent, of hoe je in relatie bent. Dat zijn allemaal kleine mini persoonlijkheden als het ware. En dat maakt, en al die kleine dingen, dat maakt eigenlijk van wie je bent. Maar heel vaak willen mensen dus, of willen wij, laten we zeggen, willen wij mensen, willen dan gemogen worden. Dus wat gaan we doen? We gaan ons dus aanpassen aan, weet je, aan de persoon met wie we dan zijn op dat moment. Kijk, als je daaraan begint, dan ben je eigenlijk een spoorbijster. Want weet je wat het probleem is? Je gaat nooit iedereen kunnen tevreden stellen. Dat is onmogelijk. Je kan nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Dat is onmogelijk. Dus ik zou je gewoon adviseren om gewoon jezelf te zijn. Dat is mijn advies aan jullie. Wees gewoon altijd jezelf. Als iemand jou niet wil, wil iemand jou niet. Klaar, dan is die persoon niet voor jou. Dan ga je gewoon verder. Als je ex over je loopt te praten of zo. Weet je, wees gewoon de grootste persoon en laat het gewoon zitten. Als je schoonmoeder, je ex-schoonmoeder, domme dingen op te praten, moet je gewoon aan de kant schuiven. En ja, weet je, ze heeft dat moeilijk genoeg, weet je, want ze moet met haarzelf leven. Begrijp je? Of, weet je, dus wees gewoon ten alle tijd jezelf. Geniet van het leven. Het zijn hele mooie dingen die eraan komen. Het doet ook heel veel negativiteit. Maar ja, fuck dat. We gaan gewoon lekker positief leven. Dit weekend is het de zonnewende, dus de summer solstice. Dus een hele speciale dit keer. Alles staat gewoon in lijn, al de planeten. Dus we gaan lekker mediteren, we gaan lekker genieten. En we zijn lekker aan het chillen hier zo. Op een scooter. Ergens. Een geheime plek. Ik ga verder rijden. Maak er een mooie dag van. Maak er een mooi weekend van. Ja, haal het beste uit jezelf. Vergeet al die haters. En haters, ja, weet je, mensen gaan altijd praten. Mensen gaan altijd achter je rug praten. In je gezicht lachen. En weet je, hou jezelf gewoon in. Kijk, of iemand te ver gaat, moet je doen wat je moet doen. Dus wat ik altijd doe, is wat ik altijd doe. En mensen weten wat ik altijd doe. Dus daarvoor praten mensen niet graag over mij. Ze praten wel graag over mij, maar dan zeggen ze altijd van, ja, maar je moet niet te vertellen, hè. En natuurlijk kom ik er weer achter en dan krijg je weer een ja-nee spelletje. Maar ja, dat schiet allemaal niet. Oké, maak er een mooie avond van. Ga lekker, je kunt weer uitgaan, hè. Maar in ieder geval, geniet ervan. Oké? Okay. Ja, was dat. Oké. Salut.